De slimste mens op zijn Brabants. Vraag 1. Welk Eindhovens gebouw is ontworpen door de Bever en Kalf? Is dat het Evolion? Is goed. Welke oud-speler van PSV heeft als achternaam de Lima? Oh ja, Ronaldo. Maar waren er geen mensen om u heen die zeiden, oei, afbraakrisico, meneer de staatssecretaris, maar niet doen? Ja, dat was ik zelf ook wel een beetje bedacht op. Maar dat was, vond ik eigenlijk wel een beetje een slappe reden om het dan niet te doen. Breda is de parel van het zuiden. Welke stad is de parel van Brabant? Zou dat dan Den Bosch zijn? Nee, dat is fout. Oosterwijk. Was u daar zelf verrast over, dat u het zo goed kon? Nou ja, als je het spelletje eenmaal door hebt. Ik wist sommige vraagonderdelen, dacht ik, nou, dat kan. Maar er zitten want die zitten in de app ook, hè. En die kun je dan thuis op je telefoon oefenen. U heeft geoefend? Ja, ik speelde dat al eigenlijk voordat ik mee ging doen. Ik vond dat wel een leuk spelletje. Wie is de voorganger van Peter Nordanus als burgemeester van Tilburg? Ivo Opstelten. Wie is de stylist van het zuiden? Ja, dat is Roy Donders. Dat is niet mijn stylist, maar... Welke streek in Brabant is bekend van de leerindustrie en kende een halve zolenlijntje? Is dat Waalwijk? Welke streek? Welke streek? Nee, dan val ik door de mond. Breda is Kielegat met carnaval. En Helmond? Naarmate je weer dichter bij de finale komt, die de laatste week, wordt het toch wel steeds spannender. Ja, ja, want u wilde het echt goed doen. Ja, als je... Het is een beetje een strevertje. Ja, nee, ik ben wel fanatiek dan. Maar het is eigenlijk in zo'n quiz ook wel weer simpel, want je krijgt een vraag en dan weet je het of niet. Welke Brabantse zangeres deed 3 keer mee aan het Eurovisie Songfestival? Zo, zo'n tijdje geleden dan. Anneke Greunlo. Nee, Sandra Remer. Oh, oké. Okay. En in welke Brabantse plaats woont de wereldkampioen darten? Vlijmen. 5 goed.